Welkom terug bij Kidnet Swipe, die nog steeds helemaal in het teken staat van geluk. Ja, ja, we hebben al gegeten, want daar worden we gelukkig van. Inderdaad. We hebben al tekeningen van de Kidnetters bekeken, want daar worden we ook gelukkig van. En we hebben ook Luc en Chris uitgenodigd, want zij zijn lachcoaches. En zij organiseren lachsessies, want je kan gewoon uit het niets beginnen lachen en daar word je gelukkig van. Dat hebben ze daar straks uitgelegd. Maar dat willen we testen, hè? Ja, dat willen we testen. En daarom hebben wij allemaal Kidnetters uitgenodigd die dat met ons samen gaan testen, want wij gaan ook meedoen. Ja, wij gaan ook meedoen en voorlopig zijn we nog niet echt hard aan het lachen. Dus misschien moet ik een mop vertellen om er zo wat in te komen. Dat is echt een heel, heel slecht idee, Sien. Ik denk dat we dan eerder gaan huilen in plaats van lachen. Misschien moet Chris, lukt het gewoon. Oké, begin maar, heren. Wij gaan geen mop vertellen. Wie van jullie lacht er gewoon graag? Ja. Wie van jullie lacht er graag? Wie wil dat tonen? Mag lachen, hè? Je mag dat tonen, dan lachen ook. Verlachen is heel goed, maar om ervoor te zorgen dat we niet trekt in de hemel lachen, gaan we ons stevig in de grond planten. Dus wat gaan we doen? We gaan ons twee voetjes in de grond planten. En we gaan daarbij zeggen... Hoe-ha! Allemaal samen nu. 1, 2, 3. Hoe-ha! Guys, 1, 2, 3. Hoe-ha! Fantastisch. Luc. Oké, we gaan even klappen. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Oké. We gaan even zeggen ho, ho. Allemaal samen. 1, 2, 3. Ho, ho. En even zeggen ha, ha, ha. Ja. Ha, 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 ha. We gaan ze samenvoegen. Ho, ho, ha, ha, ha. Ja. Ho, ho, ha, ha, ha. Ga klappen. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Allemaal zeer goed. We gaan dat even tonen. Zeer goed. Zeer goed. Yeah. Nogmaals. Zeer goed. Zeer goed. Yeah. Nog een keer. Zeer goed. Zeer goed. Yeah. En omdat die waardering heel belangrijk is om dat te tonen, gaan we dan een keer een lachen ook doen. Dus we gaan ons twee duimen uitsteken en we gaan elkaar waarderend toelachen. Allemaal samen. We gaan dat ook eens naar onszelf doen. Want het is belangrijk van ons met onszelf ook een beetje te kunnen lachen. Allemaal samen. Schitterend, schitterend. Mooi. We gaan even naar de Zuidpool. Ja. Oké. We gaan allemaal pinguïns worden. Allemaal pinguïns. We gaan onze voeten schuin houden, onze handen schuin. We gaan bewegen like pinguïns en gaan lachen like pinguïns. Ja. Door elkaar. Ja. Ho, ho. Ho, ho. Ja, zeg maar. Ik moet eerlijk zeggen... Dat werkt precies toch wel. Echt, dat heeft echt wel effect op mij. Hoewel er geen aanleiding was om te lachen, ben ik toch wel zeer hard beginnen lachen. Ja, ik ook. Ja, ik kan de smile niet meer van mijn gezicht krijgen. En bij die pinguïndans moest ik ook denken aan onze vraag op kidnet.be. Inderdaad. Want we hebben gevraagd om jullie favoriete geluksliedjes door te sturen. En zo hebben wij onze Kidnet Happy Hits Top 3 kunnen samenstellen. En daar gaan we nu naar luisteren. De Kidnet Happy Hits Top 3. En het is belangrijk natuurlijk om die happy hits echt als gelukkig te ervaren dat je meezingt en meedanst. En Kidnetters, op nummer 3 van de happy hits top 3 staat Maureen met Follow Me. Woe! En op nummer 2 zien ook echt een topper van formaat. Hier is Sarah Larsson met Lush Life. Yeah. Het nummer van het jaar is Justin Timberlake met Can't Stop the Feeling.
Gezicht krijgen, mag ik vooral Luc en Chris super hard bedanken om met ons te komen lachen. Dankjewel, mannen. Blijven lachen, hè. En ook de Catnetters, merci om langs te komen. Inderdaad, een dikke merci. Hier word ik super gelukkig van Massine. Ik zou zeggen, wij gaan gewoon nog wat doordansen, ja. Toch? Wij gaan feesten en jullie kunnen terwijl kijken naar een superleuk programma. En dat is... Goed gezien! Hopla!